Ik kreeg de vraag hoe je tekstballonnetjes maakt in Photoshop. En dat is eigenlijk gewoon kinderlijk eenvoudig. Want dat kan Photoshop een heel eind zelf. Via aangepaste vormen. En je vindt de aangepaste vormen hier linksonder bij deze drie bolletjes. En als je daar met de muis boven gaat staan en je houdt hem ingedrukt. Dan krijg je een lijstje tevoorschijn en daar staat aangepaste vorm. Bij de aangepaste vormen heb je een aantal voorinstellingen. En nu staat die op een ja, bot van een hond. Als je op het pijltje naar beneden klikt, heb je tal van vormen. En scroll je naar beneden. Dan krijg je daar tekstballonnetjes. Je hebt gewone tekstballonnetjes ronde vierkanten uh, met uh, ja, stervorming eromheen. Maar je hebt ook uh, denkballonnetjes. Laat ik ze zo even noemen. Die kies ik in dit geval. Je kunt hem op verschillende manieren tekenen. Je kunt hem als vorm tekenen, als pad of meteen als pixels. Ik hou hem even op vorm. Het voordeel is dat je er dan later ook nog makkelijk veranderingen in kunt maken. zonder dat je eigenlijk ja, definitief werkt. En ik trek gewoon een vierkant over de foto. en daar komt mijn ballon tevoorschijn. Hij maakt daar een nieuwe laag aan. en in die laag staat een klein tekentje. en dat betekent dat het een vorm is. Met het verplaatsgereedschap kun je hem eventueel nog verzetten. en aanpassen. En laat ik hem even zo houden. Vind je dat goed? Je kunt erop dubbel klikken, hierboven op het vinkje, of gewoon op enter drukken. Wil je hem nu nog een beetje aanpassen, ga je terug naar de aangepaste vormen en dat doe ik dan met de sneltoets U. En omdat we de juiste laag hebben geselecteerd, kom ik weer helemaal terug in de opties die ik hierboven heb. Je kunt hier de kleur van je tekstballon veranderen naar wat je wil. Ik hou hem gewoon lekker op wit. Je kunt er eventueel nog een lijntje omheen zetten en de dikte van het lijntje bepalen. Alleen het nadeel is dat het lijntje aan de binnenkant komt. En hoe meer je aan de binnenkant gaat werken met je lijn, hoe minder ruimte je natuurlijk voor tekst overhoudt. Dus de lijn zet ik even uit. Ik wil er wel een lijntje omheen, maar dat ga ik anders doen. Dat doe ik namelijk via het laagstijlen menu. Ik dubbelklik gewoon ergens in een leeg gedeelte van de gedachtenvorm. En ik kies daar voor lijn. En je ziet, er komt al een klein lijntje omheen. Ook hier heb je de optie om het lijntje binnen te zetten, maar ook de optie om het er buiten te zetten. En als je kiest voor midden, dan staat het er een beetje binnen en buiten. Ook hier kun je eventueel nog de kleur aanpassen naar iets wat jij denkt dat dat beter past, maar ik vind zwart wel beter passen. En je klikt op OK. Ben je het daar later nou niet mee eens? Dubbelklik gewoon op het woord lijn. En je komt terug in het laagstijlenmenu en je kunt veranderingen maken, of als je hier het vinkje uitzet is het gewoon weer weg. En vervolgens kunnen wij een tekst toevoegen. Als je laag van je vorm actief is en je selecteert het tekstgereedschap, als je erin gaat staan, dan zie je dat er stippenlijntjes omheen komen in de vorm van een cirkeltje. Dat betekent dat hij eigenlijk de vorm van de tekstballon gaat hanteren. Als je één keer klikt, dan vult Photoshop het gewoon standaard met een normale tekst. Nou goed, die wil je natuurlijk vervangen, dus we beginnen gewoon te typen. De loterij winnen en dan nooit meer werken. Ik heb deze tekst gecentreerd en voor het woord de zet ik nog een keer een extra enter, zodat hij dat op de volgende regel zet. En met het verplaatsgereedschap ga ik dit toch iets meer centreren in de tekstballon. Eventueel kun je het formaat nog een klein beetje aanpassen. En zo eenvoudig is het dus om een tekstballonnetje toe te voegen. Mocht je nou ook met vragen over Photoshop zitten: en ik heb er nog geen filmpje over gemaakt, laat het me even weten. Zometeen in de aftiteling volgt het e-mailadres waar je dat naartoe kunt sturen. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan doen. Ik zou zeggen: bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei-doei.